deelname aan de VJD kan je leven veranderen. En dat geldt zeker voor de drie stellen die we vandaag ontmoeten. Ze leerden elkaar kennen tijdens eerdere Wereldjongerendagen en dat werd het begin van iets heel moois. Goed die dag, die Palmzondag in 2004, dat ik inderdaad bij hem in het groepje kwam en dat ik echt gelijk dacht, wauw, wat is dat een leuke jongen, hij heeft mooie blauwe ogen. Toen raakten we in gesprek en dat was zo gezellig, dat klikte, ja, een klik die ik eigenlijk nog nooit met iemand anders had gehad. Ik vind Bas een hele leuke, knappe, intelligente, lieve, spontane jongen. Ze is super spontaan en hartstikke muzikaal en zo koppig soms.